Het schip daar juist er met motorproblemen op de rotsen bij Cork. Onder gevaarlijke omstandigheden waren de 30 opvarenden rijden met helikopters en boten. Christel, die op initiatief van haar huid Jelle de Jong, mooi aan een uitwisseling van Europese jongeren en wie daarom aan boord. Christel zelfs wil nog net haar verhaal voor de microfoon dwaan. Haar huid vertelt hoe de familie het naar jeerde. Christel die belde. Ik zag niet dat het zij het was, want ze belde niet met haar telefoon. En toen nam ze de telefoon, of tenminste ik nam de telefoon op. En toen zei ze van, nou, je moet niet schrikken pa, maar de Astrid is gezonken. Maar iedereen is veilig en iedereen is goed afgekomen. Orlewiekelien weer zo'n boord gingen in Southampton. Vlak voordat het skip motorpech kregen en vergieën, stier de Friesenen nog onder het roer. En voor het eerste reddingsteam is het een wonder dat Christel en alle oren leven van boord kwamen binnen. I think it's an absolute miracle that you have a situation like that and you get 30 people can literally walk away from that sort of a disaster and without hardly a scratch. It's possibly unheard of. Nou, ze heeft niet in het water gelegen hoor. Niemand heeft in het water gelegen, want iedereen is gewoon met de boten eraf gehaald. Maar ze was wel kleddernat geworden natuurlijk, van het buiswater en zo. Maar ze klonk heel nuchter en was eigenlijk heel weinig met haar aan de hand. Het enige wat ze zei, dat ze zonde vond van het schip. Wanneer Christel weer thuis komt, is nog onwis.